Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast. En dat is Marcel Medersen, de wethouder hier in de gemeente Tiel, die onder andere belast is met jeugdzorg. Marcel, van harte welkom. Dankjewel. Op een mooie locatie, in de Ammanstuin, bij het Koetshuis. Het was een spannende tijd, hè, zullen we maar even zeggen, als het gaat om dat sociale domein. We hebben daar laatst een bijzondere vergadering over gehad in de Raad, om nou eens te duiden hoe het allemaal zo gekomen is. Voorafgaande aan die vergadering is er ook veel gepubliceerd, onder andere in de Volkskrant. Dat wil ik graag even voorlezen, zodat mensen ook weten die kijken wat daar geschreven is. Het is een stuk van Twan Heijmans, gepubliceerd op 30 mei 2017, waar onder andere Pieter van den Burg nog aan het woord komt. Hij heeft vlak voor zijn dood dat interview gegeven en heeft zelf dat stuk niet meer gelezen. Toch nog even over het huidige kabinet, zijn daadkracht, zijn bezuinigingsdrift en wat het veroorzaakt. Bijvoorbeeld dat Tiel zijn zwembad verliest, omdat het geld naar de jeugdzorg moet, want daar is ineens een miljoenentekort. Nog geen gemeenteraadsleden van links tot rechts flabbergasted en torsen ze een grote vraag met zich mee. Wat nu? We kunnen de wethouder wel wegsturen, dat zou jij dus zijn. Dat is niet het punt, zegt Pieter van den Burg van de Partij van de Burgers op het terras van Gasterij Flipje. Maar het probleem los je er niet mee op. Het probleem blijft geldtekort. Binnenkort praten we in de Raad over de perspectievennota, zegt Pieter. Maar waar moet je over praten als er geen perspectieven zijn? Dus stuurt Tiel nu een brandbrief naar het oude en het huidige kabinet. Er is al zelfs een concept. Alles moet anders in de jeugdzorg en een beetje snel. En graag minder geld, dank u. Net als alle andere gemeenten maakt Tiel daar netjes werk van. Wijkteams dicht op de huid van de mensen, voorgeploegen in nieuwe zware grond. Tiel noemt zichzelf met 45.000 inwoners een middelgrote centrumgemeente. Het is ook een sociaal wat zwakke gemeente, zeggen de raadsleden. Bijna 15% van de kinderen maakt gebruik van jeugdhulp, meer dan gemiddeld. En nu ze de burger op de huid zitten, stijgt de vraag. De jaarrekening over 2016 heeft een jeugdzorgtekort van 1,8 miljoen. Ook de reserve van 2,5 miljoen is op. Je weet dat de zorgvraag hier hoger is, zegt Kale Kreuk, raadslid van de PVDB. En je weet dat het tekort gaat komen. 1 en 1 is dus 2. Dus wie heeft hier nou zitten slapen? Tot zover even de citaat van Twan Heijmans. Wie heeft er zitten slapen? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen op het moment dat je als raadslid de getallen voorbij te horen komen. In de eerste instantie was er eigenlijk geen zorg. En opeens wordt een mededeling gedaan. We hebben de cijfers opgemaakt van de jaarrekening en daar blijkt een fors tekort uit. Dan snap ik dat de gemeenteraad daarvan schrikt. Zeker als je bedenkt... Jij zelf ook natuurlijk. Uiteraard. Ja. Uiteraard schrik je daarvan. Want je hebt een reserve opgebouwd om ook tegenvallers te kunnen opvangen. Ja. Dus op het moment dat, de raad dat nieuws krijgt, dan ga je natuurlijk ook als raad een aantal vragen stellen. Van hoe heeft het kunnen gebeuren? En zal dit ook zo blijven? Mm-hmm. Wat gaan ze eraan doen? Nou, en dat soort vragen leveren en dan. Even naar de kern. Het Rijk heeft eigenlijk zijn straatje schoongeveegd. Heeft gezien van nou, daar gaat heel veel geld in om. We hebben er geen grip op als het gaat om de zorg. Hoe werkt dat nou? Laten we dat nou eens bij die gemeente neerleggen. Die zit er dichter op de problematiek. En we geven ze als was wat minder geld. En dan gaan we wel kijken hoe het allemaal gaat lopen. En vervolgens gebeurt dit. Ja. Heb je dat van tevoren zo ook gezien? Ik heb niet voorzien dat het tekort zo groot zou zijn op de jeugdzorg. Dat heb ik niet voorzien. Ja, maar er is totaal geen grip op. Daar ga ik zoiets over zeggen. Maar de eerste vraag was, had je het voorzien? Ja. Want als ik het zou voorzien, dan zou ik... Jouw antwoord was, heb sowieso al naar de gemeenteraad gegaan zijn, beste gemeenteraad. Maar je hebt, zeg maar, vanaf de tijd dat het naar de gemeente toe is gekomen, al meerdere keren een signaal gegeven van, let op. Dat klopt. Ik heb wel mijn zorgen geuit. Als wethouder heb ik wel gezegd, beste mensen, wees voorzichtig met de reserve sociaal domein. Want in mijn beleving hebben we nog niet alle rekeningen binnen en we hebben nog niet een totaalbeeld. En op het moment dat je dat niet hebt, moet je voorzichtig zijn met de sociale reserve. Ja, is het een complex verhaal. Tenminste, zo wordt dat tegen aangekeken. Totdat Robert van Galen bijvoorbeeld tijdens die vergadering zei, en dat was ook Nathan Gades, van nou ja, als we een Excel-sheet hebben en we zien dat Pietje een behandeling heeft gehad, ja, dan, en je ziet dat in een Excel-sheet dat die rekening nog niet binnen is, dan kun je daar in ieder geval wel een inschatting van maken. Er komen nog zoveel rekeningen binnen ten opzichte van het aantal mensen die geholpen zijn. Maar beide waren niet duidelijk. Nee. Duidt het dat het ambtelijk apparaat het dan nog niet goed inzichtelijk heeft? Nou, volgens mij moeten we echt beginnen bij het begin.
om uit te leggen waar eigenlijk wat er aan de hand is. Ja. In 2014 krijgen wij de opdracht als gemeente, alle gemeentes in Nederland, maak je klaar voor die transformatie en neem de zorg over. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Een gigantische operatie. We moeten zich voorstellen wat daar allemaal voor moet gebeuren. Nou goed, daar zijn we heel druk mee bezig geweest. Dan is het 2015 en dan begint het. Dan moet je natuurlijk gaan kijken van krijgt iedereen wel de zorg die het nodig heeft. En ook daar heb je natuurlijk in het begin allerlei problemen. En dan ben je heel erg bezig om afstemmingsmomenten te zoeken met allerlei organisaties. Gesprekken met zorg. Zorgaanbieders en gaan zo maar door. En dan hobbel je zo door naar 2016. Ondertussen moeten we ons realiseren dat er sprake is van een enorm complex administratief proces. Ja. Enorm. Waar de organisatie totaal niet op is ingericht. Nou, bijna heel Nederland niet. Nee. Daar werd, wat noem ik maar even, het berichtenverkeer. Dat is een soort programma waar iedereen de data in moet zetten. En de data moet zich voorstellen. Ik heb Pietje Puk in zorg. Daar ga ik dit mee doen. En dat was ook niet altijd duidelijk wat ze dan precies mee gingen doen. En daar komt ergens een keer een factuur. Ja. En dat moet je allemaal in dat systeem gaan zetten. Ja, dat systeem dat functioneerde nog niet zo goed. Nee, maar dat is wel belangrijk. Dat is echt een heel belangrijk iets om dat duidelijk te maken. Dat de mensen ook begrijpen van waarom was het nou zo moeilijk. Ja, maar het is het simpele verhaal, hè. Laten we keep it simple. Van de Excel-sheet verhaal. Snijdt dat dan hout of niet? Ik wil toch terug naar mijn verhaal. Oké. Ja. Want dan zie je dat die zorgaanbieders ook nog niet helemaal klaar waren voor die transitie, voor die transformatie. Mm-hmm. Zij moesten opeens met alle gemeenten zorgcontracten gaan afsluiten. Ja. Daar waren ze totaal niet op ingericht. Ze waren niet gewend om facturen op te stellen voor geleverde zorg. Ze waren niet gewend om al die data in te voeren in systemen. En je ziet ook in de landen dat er dat nu naar boven komt dat er best wel gefraudeerd wordt links en rechts. Dus controle daarop vanuit de landelijke overheid, hè, zoals het altijd was, dat liet dan ook de wensen over. Nou ja, kijk, er zitten dus blijkbaar graaiers tussen. Als je systeem nog niet optimaal op orde hebt, dan zullen er ongetwijfeld organisaties tussen zitten die daar misbruik van maken. Ja. En dat mag ook niet de bedoeling zijn, dat mag nooit de bedoeling zijn. Maar je kan pas echt harde conclusies trekken als alle data in het systeem zit. Ja. En daar zijn we nu natuurlijk hard aan het werk. Hard aan het werk, want we zijn nu beland in een situatie dat iedereen inmiddels wel begrijpt wat ze moeten doen om die data te vullen. En iedereen begint ook te begrijpen waarom dat moet gebeuren. Dan is het nog steeds wel zaak om aan de zorgaanbieders uit te leggen. Je moet ook op tijd je facturen versturen en het moet ook wel duidelijk instaan wat je eigenlijk hebt geleverd. Ja. En dan kun je gaan controleren van, hey, hier is een soort opdracht. Nou krijg ik een factuur, klopt dat? Nou, helder. Helder verhaal. Dus die slag zijn we nou volop aan het maken. Mm-hmm. En dat gaat ook niet vanzelf. Maar we kunnen nu inmiddels wel bijvoorbeeld al een aantal ontwikkelingen zien. Hè? De eerste prognose van 2017 kunnen we zeggen, nou, we weten eigenlijk dat we mogen verwachten dat we weer een tekort krijgen van 1 miljoen. Ja. Nou, dat heb ik ook gemeld aan de gemeenteraad. Dan is dat in ieder geval duidelijk. Ja. Zoals bijvoorbeeld in Ede, hè? Ja. Dat was dat Laurens Verspuy, de andere wethouder Financiën, heeft het ook al eens aangegeven. De solidariteitsprincipe tussen plaatsen onderling. In Ede is er een uitspraak gedaan dat Ede niet meer mee hoeft te betalen, terwijl die mensen daar toch behandeld worden, van omliggende plaatsen. Dat scheelt een hoop geld. Dat zou zeker een hoop geld kunnen schelen. Maar hoe zit dat in Tiel? Nou, hebben we wel al rekeningen verstuurd over 2015. Dat gaan we ook doen over 2016. Mm-hmm. Hoe die solidariteitskwestie exact ingevuld moet gaan worden, is op dit moment ook nog niet duidelijk. Omdat staatssecretaris Van Rijn toch ook weer een uitspraak erover heeft gedaan. Ja. En die heeft gezegd, we gaan het woonplaatsbeginsel strakker invoeren. Daar gaan we ons strakker aan houden. Maar hoe? Maar nou is dus de vraag, wat betekent dat dan? Ja. En hoe ga je dat doen? Ja. Want als ze bij ons hier inschrijven als zorgontvanger, mm-hmm, en je komt hier bij het GBA te staan, dan is hier een woonplaatsbeginsel. Ja, maar we moeten eigenlijk terug naar waar komt die persoon vandaan? Ja, stel je voor dat hij uit Maurik komt, dan moet Maurik betalen. Dan zou in dit geval dan de buren. Precies, ja. Gemeentebuur. Nou, het is volstrekt helder. Dat is dus een knop waar het college hard aan moet gaan draaien. Ja. Om te zorgen dat je betaalt voor de dingen die je moet betalen, maar vooral niet betaald voor de dingen die iemand anders zou moeten betalen. Ja. Het sentiment in die gemeenteraad, eigenlijk de politiek van Tiel, dat is aardig veranderd. Hè?
En dat heeft te maken met allerlei factoren die er hebben plaatsgevonden. Laurens die aangeeft van ik ga niet verder, want ik heb er een hele periode op zitten. Zo dadelijk is dat bijna 12 jaar. Ik vind het prima. Corrie die nu waarnemend burgemeester is, Corrie Verree in de gemeente West Maas en Waal. Pieter van den Burg die overlijdt. Dat sentiment, dat brengt nog best wel wat teweeg. Hè? Wat we wilden graag horen in de afgelopen vergadering. Niet alleen maar het mea culpa, maar ook van ja, we gaan er samen tegenaan. En we gaan ook die oplossing aandragen. Terwijl, als je dan met name luistert naar meneer Driessen, de andere wethouder, die zegt van ja, het is ons overkomen. Heel vervelend allemaal, maar het is ons overkomen. Dat kan toch niet zeg maar, de manier zijn om dit aan te gaan pakken? Nou ja, ik wil het even anders formuleren. Ik heb ook namens het college gezegd. Natuurlijk zijn er allerlei landelijke ontwikkelingen, externe factoren waar wat ons overkomt. Mm-hmm. Maar we hebben wel degelijk zelf een aantal instrumenten in handen. Die heb ik ook gewoon benoemd. Ja. En daar zullen we ook als college zelf de schouders onder moeten gaan zetten. Om aan al die knoppen waar je aan kan draaien, dat je er ook daadwerkelijk aan gaat draaien. En dat heb ik ook aangegeven. En ik heb ook aangegeven dat het college zich niet gaat verschuilen achter het feit dat er in het land een bepaalde problematiek is. We moeten wel erkennen dat die problematiek er is. Want ja, je kunt moeilijk je ogen sluiten voor het feit dat er heel veel gemeenten tekort hebben op jeugdzorg. Maar dat ontslaat je niet van de verplichting als college zelf om naar jezelf te kijken en zelf aan de slag te gaan en zorgen dat die knoppen waar je aan kan draaien, dat je eraan gaat draaien. Ja. Maar dat heb je wel zelf in de hand, hè? Ja, dat klopt. Ja. Nou hebben we laatst Corrie Verree hier in het koetshuis gehad. Ergens in het gesprek praten we over wat ze nou vervelend vindt. En daar komt dan uitrollen dat men dat zij vindt dat die raad bij tijd en wijle met het vingertje omhoog gaat van ja, maar wij zijn de baas. Terwijl zij het beste voor die stad voor heeft. Dus eenzelfde belang dient. En dat kan wel eens dan ingaan tegen wat zij zelf heeft voorgesteld als collegelid zijnde. En dat heeft heel veel kwaad bloed gezet bij die raad. Er zijn heel veel mensen hartstikke boos om. Kun je dat snappen? Nou ja, kijk, de gemeenteraad is natuurlijk ook gewoon de baas. Dat moeten we met elkaar beseffen. Mm-hmm. En op het moment dat de gemeenteraad ergens op wordt aangesproken, dan kunnen ze daar ook op reageren. En dat is in dit geval gebeurd. Kijk, het is voor mij natuurlijk best wel lastig om te reageren op de woorden van een vertrekkende collega. Dus ik wil daar niet al te diep op ingaan. Maar het geeft het sentiment aan. De essentie is dat de gemeenteraad is de baas en die kan een mening hebben over gemeenschappelijke regelingen. En als ze daar een mening over hebben die zij, als zij dat vinden, op inhoud is gebaseerd. Mm-hmm. En die staat recht tegenover het standpunt van het college. Dan is dat een democratisch principe wat past in het dualisme. Kortom Marcel, het laatste is er nog niet over gezegd. Maar Tiel is op weg. Zeker. Kijk, als je die analyse, hè, als we hebben het over het tekort van de jeugdzorg. Als we daarnaar kijken, naar de kort in het sociaal domein. En als je kijkt naar alle dingen die op dit moment gaande zijn. En je kunt inmiddels al zeggen. Ik kan gewoon een aantal dingen nu al zeggen. Mm-hmm. Uit de eerste prognose. Dat kort heb ik al gezegd, 1 miljoen. Maar nog veel belangrijker is dat we hebben vastgesteld. Nu kunnen we dat vaststellen omdat iedereen zijn data invoert. Ja. Dat er in deze regio opvallend veel, ik noem het even opvallend veel, de dure zorg wordt gefactureerd. Ja. En omdat die zorgaanbieders, ze konden maar pakken, ze konden maar doen. Daar moet je dus met een aantal dingen gaan doen. Dat betekent dat je met de doorverwijzers moet gaan praten. Dat is ook een heel ingewikkeld vraagstuk. Ja. Dat zijn de huisartsen, maar dat kunnen ook rechters zijn en de instellingen zelf. Want ook daar zal het besef moeten zijn, het raakt de samenleving als we, laat maar zeggen, op een eenvoudige manier doorverwijzen naar een zorginstelling die daar als gevolg van die doorwijzing alleen maar de dure zorg hoeft te contracteren, terwijl het ook met minder zou kunnen. Ja. En dat vind ik een maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle partijen die er zijn. Gewoon een morele verantwoordelijkheid. Ook zorgaanbieders zullen hun best moeten doen om de juiste zorg te verstrekken en niet de duurste zorg. Tenzij de duurste zorg op dat moment de juiste zorg zou zijn. Huisartsen die zullen ook na moeten denken over de vraag van goh, de gemeenschap krijgt daar wel veel last van, mm-hmm, in financiële zin. Misschien moeten we wat strakker
gaan indiceren. Ja. En daar willen we ze ook bij helpen. We willen de huisartsen ook gaan ondersteunen. Door bijvoorbeeld bij psychische problemen daar een psycholoog bij te zetten die dan op een andere manier wordt gefinancierd, maar wat strakker zo'n diagnose kan doen. En niet meteen één zin, ga maar daarheen. Ja, zo zwart-wit als het gesteld werd, hè, in dat stuk van de Volkskrant van Ton Heijmans. Van er is totaal geen geld meer, dus wat zijn nog wel de perspectieven? Hè? Ook een uitspraak die Pieter deed. Kunnen we dat zeg maar, met de kennis van nu weer een beetje nuanceren? Nou ja, ik denk wel dat we helder moeten zijn dat het financieel perspectief voor de toekomst gewoon niet makkelijk is. Nee. In die zin worden de verkiezingen die eraan komen enerzijds interessant, ja, maar ook weer een helft job, want je hebt niets te bieden als partij zijn. Nou ja, het probleem is natuurlijk dat is geen geld. Bij de verkiezingen zullen scherpe keuzes gemaakt moeten worden door diverse partijen, denk ik. En die moeten dan uiteindelijk coalitie gaan sluiten en dan moeten ze van hun scherpe keuzes wellicht weer wat inleveren. Ja. En dat speelt. Je krijgt de financieringsvraagstuk, dat kan op twee manieren. Of je doet iets niet meer. Of je gaat extra geld ophalen bij de burger. Nou, dat wordt een politiek dingetje. Ja. Kortom, die verkiezingen van de komende gemeenteraadsverkiezingen 2018, die gaan wel ergens over. Ja, klopt. Ik wou tot slot over dit onderwerp het laatste stukje nog even voorlezen uit die Volkskrant. Woorden van Pieter van den Burg. De echte vraag is of Tiel of gemeente in het algemeen in staat zijn zo'n gigantische en gevoelige operatie te dragen. Nee dus, zegt Pieter. Met alle respect voor iedereen die eraan werkt. Dit kabinet was een bezuinigingsmachine. Verpakt in plastic woorden als zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie. Hoe het daarmee is gesteld, hoef je Pieter niet te vertellen. Als voorzitter van voetbalvereniging TSC, die altijd vrijwilligers tekort komt. Meer burgerparticipatie, prima. Maar in wezen zijn het goddroge bezuinigingen. Ben je het daarmee eens? Nou ja, als ik kijk naar een aantal besluiten die we hebben genomen. Bijvoorbeeld het overdragen van speelvoorzieningen. Ja, die zijn ook wel door bezuinigingen ingegeven. En ja, wat je in de praktijk merkt is dat als je dat als hoofdmotief zou hebben, dat niet altijd mensen met burgerparticipatie. Eigenlijk gaat bij burgerparticipatie erom, zijn we gemotiveerd als mensen in een wijk willen. Wat Pieter hier zegt is eigenlijk van niet de burgerparticipatie amoele, maar de zoek het maar uit maatschappij. Nou, ik weet niet of hij dat zegt. Ik ga dat in ieder geval niet zeggen. Kijk, op het moment dat je zo'n operatie doet, in dit geval over die speeltuinen, moeilijk. Heel moeilijk. Dan moet je dus zorgvuldig doen. Ja. En je moet er rekening mee houden dat het ook nu misschien niet lukt. Ja. Aan de andere kant, in heel veel gemeentes is het wel gelukt. Alleen, je moet dan kijken van waarom lukt het daar wel en waarom zou het hier dan moeilijk zijn. Het ontbreken van geld kan wel een dingetje zijn. Klopt. En daar begint het allemaal mee. Maar ook al zou dat zo zijn, dan heb ik nog steeds de taak om te hard te werken aan die klus en om dat zo goed mogelijk te doen. Ja. In die afgelopen bijzondere vergadering werd er gesproken door de burgemeester. De heer Van den Burg die kreeg de erepenning der stad Tiel. En ook Tom van Oostrom die sprak daar. En één ding viel mij daarin op. Hij liet blijken dat er een gesprek heeft plaatsgevonden, nog niet zo lang geleden. Waaruit bleek dat hij in de voetsporen van zijn vader zou kunnen treden, die jarenlang hier is wethouder is geweest. Was jij daar ook bij betrokken, bij dat gesprek? Dat gesprek tussen Tom en Pieter? Ja, en jij? Daar was ik niet bij, nee. Daar was je niet bij? Nee. Maar je hebt wel kennis van ons. Er is wel besproken van nou. Misschien kunnen wij wel een college gaan vormen na de verkiezingen. In ieder geval, wij vinden elkaar wel leuk. Nou, kijk, wat Pieter en Tom exact met elkaar besproken hebben, dat weet ik niet. Eens wat ik wel weet is dat Tom daar een duidelijke uitspraak over heeft gedaan. Mm-hmm. Ik wilde eigenlijk het volgende over zeggen. De burgemeester heeft in zijn verhaal gezegd hoe teleurgesteld Pieter was dat hij geen wethouder werd. Ja, en dat heeft hij jou ook kwalijk genomen. Persoonlijk. Ja, jullie waren dikke vrienden. Ja, zijn dikke vrienden. Hij kon het mij niet persoonlijk kwalijk nemen, want het is natuurlijk een college wat gevormd wordt. Tuurlijk. Wij waren niet de sturende krachten daarin. Nee. Even los daarvan. Maar goed, dat heeft wel even invloed gehad op onze vriendschap. Tuurlijk. Omdat, ja, hij wilde dat zo graag. Ja. En maar weet je, even goede vrienden, dat hoort bij het leven. Klopt. Heeft hij zelf ook erkend. Ja. Wat je ziet is, en wat er bij de coalitieonderhandelingen van de afgelopen keer de Partij van de Burgers echt pijn heeft gedaan, is dat ze eigenlijk vonden dat ze met 4 zetels wel een positie hadden in de stad met een achterban.
En dat ze vonden, of vinden, dat ze bij die coalitieonderhandelingen eigenlijk niet als serieus werden beschouwd. En dat deed zeer. Ja, logisch. En wat goed is geweest van Pieter en de Partij van de Burgers, is dat ze heel hard gewerkt hebben om de critici op dat vlak te laten zien. Maar joh, je hebt het mis. Als het om het besturen gaat, dan kun je echt wel zaken met ons doen. Wij hebben inhoud, we kunnen afspraken vasthouden. En daar hebben ze heel hard aan gewerkt. Dat ziet iedereen. Dat zie ik ook. Ja, dus in die zin is het jammer dat hij er niet meer is. Zeker. Maar dat wil niet zeggen dat zeg maar daardoor PVDB van dat strijdtoneel verdwenen is. Helemaal niet. Nee, kijk, we zijn nu al heel erg vroeg met die verkiezingen bezig. Maar ten eerste hou ik er sowieso niet van om allerlei partijen bijvoorbeeld uit te sluiten. Want dat is niet handig. Ten tweede denk ik de uitslag van de verkiezingen. Zeker in de nieuwe situatie. Het wordt zo spannend. Want ga maar eens voorspellen wat het gaat worden. Ja. Geen idee. Misschien zou de PvdB wel de grootste worden. We weten nog ineens welke partijen er mee gaan doen. Dus nee, volgens mij moet je heel erg nadenken over van als je die kant op gaat, met welke partijen zou je wat je zelf zou willen bereiken samen met anderen. Mm-hmm. Dat je daar wel over na moet denken met welke partijen dat wellicht zou willen doen. Ja. En er horen wel een aantal randvoorwaarden bij. En dat is inderdaad dat afspraken moeten nagekomen worden bij zo'n coalitie. Je moet met elkaar toch ook problemen durven op te lossen. Tuurlijk. En je hebt ook de bestuurskracht nodig. Ja. Nou, al die dingen heb je nodig. En dat zijn de keuzes die uiteindelijk leiden tot een coalitie. Zo simpel is het. Hey, ja. Even iets anders. Stond laatst een stuk in de Gelderlander en dat ging over BTW en parkeren. Kon het zelf niet helemaal goed volgen. Hoe zit dat verhaal in elkaar? Wat er aan de hand is, is als volgt. Dat op het moment dat je slagboom parkeren hebt, en dan word je gezien als een concurrent van Q-Park en al dat soort bedrijven. Mm-hmm. Daarom heeft de Belastingdienst gezegd, dat betekent dus dat je daar 21% omzetbelasting over zou moeten betalen. Ja. Onze stelling is, wij hebben geen slagbomen. Wij doen aan kenteken parkeren. Ja. En er staat ook niet in de wet dat gelijk is gesteld of wat dan ook. En dat hebben we ook eigenlijk altijd volgehouden. En de Belastingdienst moet er heel erg over nadenken. En we hebben dat ook, laat maar zeggen, met de Belastingdienst besproken. En we doen het ook gewoon nog steeds. Ja, want de kamers van die kentekenparkeren doen het ook gewoon. Het enige wat we wel hebben moeten veranderen om in de lijn van het redeneren te blijven, uh-huh, is dat we dus niet de kamers mogen gebruiken als handhavingsmiddel. Maar we mogen ze wel gebruiken om de kosten in rekening te brengen van het parkeren. En dus zie je weer de Avery-mensen rondlopen. Ja, ja. Dus het verhaal van je kunt gratis parkeren, dat gaat niet op. Die vliegen gaat sowieso niet op. Nee. Want je moet nog steeds gewoon betalen, want dat is ook een verordening. Maar goed, het is dus gewoon eigenlijk ook gewoon een technisch verhaal. Belastingdienst zal een uitspraak doen en dan is het betalen, die 21%. Of je wordt in het gelijk gesteld en dan in dat geval niet. Nou ja, we zijn niet de enige gemeente met kenteken parkeren. Nee. En dus de discussie speelt er overal. En de Belastingdienst heeft ook nog geen goed antwoord op. Hè? Anders hadden we de antwoord al lang gehad. Ja. Want we hebben gewoon uitgelegd, zo doen we het. En we hebben de regels nagekeken. Dat past er allemaal prima in. Ja. En de Belastingdienst heeft nog niet tegen ons gezegd, dat klopt niet. Nee. Oké. Okay. Nou, en nog wel belangrijk om misschien voor de mensen, dat ze door dat krantartikel denken dat ze dan gratis kunnen parkeren. Maar realiseert u zich wel, geen boete, dat als de AVRI-medewerker, de handhaver, ziet dat u niet uw kenteken heeft ingevoerd, want dat kunnen ze toch allemaal wel zien. Dan moet u gewoon betalen, de boete. Ja, en dat is ook weer zonde. Ja. Oftewel, parkeren, betalen, niks aan de hand. Dus het standpunt van Tiel is, wij gaan gewoon door. En zolang de Belastingdienst niet een duidelijke uitspraak doet, dan kunnen we ook doorgaan, want we doen niks verkeerds. Ja. En als de Belastingdienst zegt, het zal toch 21% BTW overheen moeten, zou kunnen, dan doen we nog steeds niks verkeerd. Dan kun je wel weer handhaven met je camera's. En wordt er alleen het belastingtarief 21% duurder. En dat is natuurlijk minder fijn. Ja. Dat is minder fijn voor de mensen in de stad. Daar is ook de reden dat wij daar zo fel tegen zijn om die 21% eroverheen te gooien. Want dat draagt niet bij aan, laten we zeggen, de concurrentiepositie van onze stad. Dus we willen dat zo lang mogelijk tegenhouden. En als het ons wordt opgelegd, ja, dat betekent dat we nog eens kritisch naar het tarief moeten kijken. Ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste wat je hierover zou kunnen zeggen. Nou, dat heb je bij deze dan ook gedaan. Ja. Hey, Marcel, tot slot. Het waren roerige tijden, eigenlijk nog steeds. Ja. Vind je het nog leuk als wethouder?
Nou, wethouder is een bijzonder vak. Ik kan niet ontkennen dat ik in het begin heel erg heb moeten wennen aan hoe alles ruilt en zeilt. Maar ik vind het wel een leuk vak. Je moet ook vooral dingen doen die bij je passen. Hè. Dus het is wel belangrijk dat je onderwerpen kiest als wethouder van hey, dat ligt mij of het ligt mij niet. Uh-huh. Daar heb ik nu wel in deze periode vrij scherp een beeld van gekregen van hey, dat zijn daar ligt mijn kracht. Ja. Waar ligt jouw kracht volgens jouzelf? Nou, ik denk dat je mij vooral kan inzetten toch wat meer de hardere projecten. Ruimtelijke ordening, wonen zou een ding kunnen zijn. Ik vind ook, ondanks al het gedoe over het parkeren, vind ik dat ook een leuk onderwerp. De Waalkade aanpakken vind ik ontzettend leuk. Uh-huh. De Buren Support, complex project vind ik leuk. Omdat je zeg maar iets voor die stad kunt betekenen. Ja. Wat de stempel na gaat laten in de toekomst. Precies. Ja. Ja. Dus daar zie ik vooral. En daar kan ik ook wel meegeven op het moment dat ik. Want daar kan ik ook wel duidelijk over zijn. Ik wil nog door. Uh-huh. Ik wil nog een periode van 4 jaar doen. En ik ben zonder meer bereid om ook de jeugdzorg weer op mijn schouders te nemen. Want die verantwoordelijkheid voel ik nu. En ik weet waar eraan gewerkt moet worden. Nou, ik wil die tijd wel extra hebben om eraan te gaan werken. Oké. Okay. Nou, dan gaan we jou daar in ieder geval veel succes bij wensen. En mag ik je danken voor het gesprek? Ja, ik vond het een leuk gesprek. Nou, bij deze. Tot zover deze aflevering van het Koetsenhuis. Graag tot de volgende week.